Een maand is weer voorbij en dat betekent dat ik weer een Money Diary video heb. In deze soort video's deel ik mijn uitgaven van afgelopen maand. Dus ik ga door verschillende categorieën heen en dan laat ik zien en vertel ik waar ik mijn geld aan heb uitgegeven. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder. De categorieën die ik in deze video ga behandelen zijn abonnementen, persoonlijke uitgaven, dus denk aan dingen die ik geshopt heb, uitgaven voor cadeautjes, gezamenlijke uitgaven en daaronder valt eten en drinken, boodschappen en we hebben ook de categorie hond, huisdier, Milo. Dit zijn niet alle kosten die ik heb gemaakt, want ik behandel niet mijn huur, verzekeringen en noem het maar op. Het is meer van waar ik mijn geld zo aan uitgeef. Ook om een beetje bewust te worden van de uitgaven, van de prijzen. En ik vind het ook gewoon leuk om bij te houden. Dus laten we beginnen met de eerste categorie. En dat is de categorie abonnement. Deze bedragen zijn iedere maand bijna hetzelfde. Het komt wel eens voor dat het afwijkt, maar vaak niet. Oké. De eerste uitgave onder deze categorie is Spotify. Dit is een Spotify abonnement voor 2 personen. En dat is €14,99. Dan ons Netflix abonnement. Dat is €7,99. En dan heb ik ook nog een abonnement voor mijn luisterboeken. En dat is een tientje per maand. Dan mijn sportabonnement. Deze kosten variëren echt per maand. Met mijn abonnement kan ik elke keer een euro korting krijgen wanneer ik sport. En ja, het ligt eraan hoe vaak ik per maand ga. Afgelopen maand kostte mijn sportabonnement €43. Dan de kosten voor mijn lenzen. Dit is iedere maand €27,33. Ik betaal dan voor de lenzen, maar ook voor mijn vloeistof. Dan mijn telefoonabonnement. Dit is €35 per maand. Of dit varieert ook al. Het ligt eraan of ik extra kosten maak. Ik weet niet wat voor kosten het allemaal zijn, maar dit was mijn afschrijving van afgelopen maand. En dan internet. Mijn internetabonnement voor in huis. Dat is €62,92. En dan komen we op een totaalbedrag van €201,22. We gaan door naar de volgende categorie. En dat zijn mijn OV-kosten. En afgelopen maand heb ik €71,42 hieraan uitgegeven. Dan de categorie cadeau. Het ligt heel erg aan de maand hoeveel geld ik uitgeef aan cadeautjes. Ik hou ervan om cadeautjes te geven aan mensen in mijn omgeving. Al merk ik dat ik het niet altijd meeneem in mijn Money Diary video's. Maar dat wil ik vanaf dit moment wel gaan doen. Zo heb ik afgelopen maand een kleine housewarming gift voor een vriendinnetje gekocht. Dit was in totaal €12,40. En naast dat heb ik 3 kaartjes verzonden. En ik had een kortingscode gebruikt, dus ik bespaarde toch een beetje geld. En 3 kaartjes waren in totaal €8,49. En in totaal heb ik iets minder dan €20 uitgegeven aan cadeautjes. Van wat ik heb genoteerd in ieder geval. En de volgende categorie die we gaan behandelen is de categorie shopping. Want ik koop ook regelmatig spulletjes voor mezelf. Al moet ik zeggen dat het wel meeviel deze maand als ik het vergelijk met de afgelopen maanden. Want ik ben altijd al kritisch geweest met nieuwe spullen aanschaffen. En ik blijf spullen leuk vinden. En ik vind het ook leuk om mezelf te verwennen. Maar dat doe ik ook wel gewoon met mate. De eerste aankoop die ik heb gedaan is een fotoboek. Ik wilde namelijk een fotoboek maken met foto's die ik ergens in het verleden heb gemaakt. Ik vind het leuk om allemaal foto's te bewaren. Mijn telefoon zit ook echt vol met foto's en video's. Maar ik scroll er niet altijd doorheen. Dus vandaar dat ik had besloten om een fotoboek te laten ontwikkelen. Van foto's van 2017 en 2019. Het kost geld, maar voor herinneringen vind ik het meer dan waard. Het fotoboek ontwikkelen kostte €56,20. Dan heb ik een aantal dingen gekocht bij de Uniqlo. Onder andere ondergoed en een tas. En dit was in totaal €77,60. Dan heb ik ook nog een aantal spulletjes gehaald bij de Sostrene Grenen. Een zeepompje. Dit zeepompje gebruiken we voor onze koffiecorner. Daar doen we onze siroopjes in. We hadden er al 2. Maar ik merkte dat een derde ook wel handig was. Dus die heb ik gekocht.
met thee erbij. En dit kostte mij in totaal €5,92. Dan heb ik een cassette gekocht en een cassettespeler. En eigenlijk was deze uitgave voor de maand juli in plaats van augustus. Maar ik was het toen helemaal vergeten. Het kwam namelijk pas nu binnen. Een cassette van Sabrina Carpenter. Dit had ik gekocht om toegang te krijgen tot de pre-sale van het concert. Waar ik overigens kaartjes voor heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Die kaartjes heb ik nog niet in mijn Money Diary verwerkt. Maar dat was volgens mij iets van €80 of €90. Maar de cassette zelf, inclusief verzending, was €17,94. En de cassette speler was €24,46. Dan ben ik ook nog even naar de Primark geweest. Ik kom er niet meer vaak, maar ik had er wel toch wel een aantal dingetjes kunnen scoren. En mijn totaalbedrag daar was €58,50. And last but not least was ik nog even naar de Kruidvat geweest. Daar had ik haarverf gehaald en een aantal make-up productjes. En dat was in totaal €35,55. En dan kom ik op een totaal van €272,17. Wat ik ook zo heb, nu ik iedere maand mijn uitgaves bijhoud, kom ik er ook achter hoeveel ik nou daadwerkelijk aan een bepaalde categorie uitgeef. Dus bijvoorbeeld voor shopping, persoonlijke uitgaves, kom ik erachter dat ik tussen de €250 en €300 vaak uitgeef per maand. En dan kan ik daar ook iedere maand rekening mee houden. En de ene maand zal het misschien iets minder zijn, de andere maand iets meer. Maar als ik dat altijd reserveer, dan weet ik in ieder geval dat ik het geld heb. En ik hoef het ook niet uit te geven. Maar ik heb in ieder geval dat apart. En dan gaan we door naar de categorie eten en drinken. En het is geen nieuw nieuws als ik vertel dat ik het leuk vind om buiten de deur wat lekkers te halen. Dus daar geef ik ook graag mijn geld aan uit. Als eerst een koffietje en een croissant. Dit was in totaal €8,60. Dan ben ik met een vriendinnetje uit eten geweest. Echt, quality time is my love language. Dus ik ga graag met mensen waar ik mijn tijd mee wil besteden uit eten. En dit was voor mij €27,50. Dan had ik een matcha strawberry. Dit kostte mij €7,50. Dan had ik een visje gehaald. Ik ben echt dol op kibbeling. En eens in de zoveel tijd, soms wel eens in de week of eens in de twee weken, haal ik een kibbeling. En dit en een portie kostte mij €7,75. Dan ben ik weer uit eten geweest met een vriendin. We gingen naar een all-you-can-eat restaurant waar we onbeperkt sushi konden eten. En dit was inclusief drinken €48. Dan ben ik nog een keer uit eten geweest naar een ander restaurant. En dit was €40. En dan had ik nog een keer buiten de deur koffie gehaald. Of nou ja, matcha. En dit was voor mij €7. En als ik alles bij elkaar optel, kom ik op een totaal van €144,35. Dan gaan we door naar de volgende categorie. Of nou ja, dit is een vervolg op de vorige. Dit is de categorie eten en drinken, maar dan voor ons tweeën. Dus van mijn vriend en ik. Wij houden ervan om ook lekker buiten de deur iets lekkers te halen. Zo zijn we naar de Bagels & Beans geweest. Dat kostte ons €14,15 voor twee koffies en een snackje. Bij een bakkerij hebben wij ook weer koffie gehaald en een lekker snackje. En dat was in totaal €23. Bij de McDonald's hadden we ontbijt gehaald, allebei McMuffin. En dat kostte ons €7. Een keer hadden we voor lunch vis gehaald, twee porties kibbeling en twee haring. Kostte ons €22. We hadden een grote pizza besteld. Volgens mij was dit een familiepizza van XXL Pizza. Met een kip side dish. En dit was in totaal €22,23. Wat nog meer. We hadden een broodje gehaald. Twee broodjes en twee koffies. En volgens mij was dat iets van €30. Ik weet het niet meer exact. Maar volgens mij was dit ongeveer het bedrag wat we daaraan hebben uitgegeven. En de laatste uitgave onder deze categorie was €38. Want we waren namelijk bij de butcher wezen lunchen. En we hadden eigenlijk alles gedeeld. Dus één wrap met frietjes en kip en twee drankjes. En als we alles bij elkaar optellen, komen we op een totaalbedrag van €162,98. Ik vind dat wel best wel netjes. Dan zijn we aangekomen bij de categorie boodschappen. En per week doen we 1 à 2 keer boodschappen. Of we proberen wel op vaste momenten boodschappen te doen.
Vaak bestellen we boodschappen via Picnic, maar soms gaan we ook gewoon naar de fysieke winkel als we hier en daar nog wat extra dingetjes nodig hebben. Maar we proberen om gewoon standaard boodschapmomenten te hebben. Anders is de kans groot dat we nog onnodige dingetjes halen. Maar ja, als we iets nodig hebben, dan moeten we daar natuurlijk ook voor naar de winkel gaan. En als we alle boodschappen van afgelopen maand bij elkaar optellen, komen we op een eindtotaal van €290,05. Dan komt de volgende categorie aan bod, namelijk de categorie Milo. En het ligt heel erg aan de maand hoeveel wij aan onze hond kwijt zijn. Zo hebben we deze maand een aantal nieuwe snackies voor hem gekocht. Deze bestelling kostte ons €33,45. En hadden we ook nieuw voer gehaald, plus snackies. En dat was €64. En we proberen vaak ook met kortingen te werken. Of het nou kortingscodes zijn, of spaaracties, deals. Want ja, het kost ook veel geld. Dus waar we kunnen besparen, besparen we ook op. En naast voer hadden we ook nog een nekkraag voor Milo gekocht. Want binnenkort wordt hij geopereerd. En daar hadden we zo'n ding voor nodig. Dus we dachten, weet je, we kopen dit alvast. En dit is alles wat we aan hem hebben uitgegeven deze maand. En als ik zo naar afgelopen maand terugkijk, ben ik best wel tevreden naar mijn uitgaven. Dus ik heb voor mij doen geen gekke dingen gekocht, geen grote uitgaven gedaan. Het was een rustige maand. Dit was dan mijn Money Diary van de maand augustus. Op naar een nieuwe maand met nieuwe uitgaven.